In een serie vorige how-to's hebben we bekeken hoe je video kunt bewerken met Animotica. Maar dit programma heeft ook een aantal hulpmiddelen. Het voordeel hiervan is dat er in de gratis versie geen watermerk verschijnt in je uiteindelijke resultaat. Als voorbeeld kijken we in deze how-to naar een tweetal hulpmiddelen in Animotica. Animotica wordt geopend. We kiezen eerst voor achtergrondmuziek toevoegen. Je moet eerst een videobestand openen dat je wilt voorzien van achtergrondmuziek. Het project wordt geopend. Zo voeg je hier muziek aan toe. Bovenaan vind je royaltyvrije muziek van Animotica. Je kunt een voorbeeld afspelen. Je ziet dan ook de duur van de track. Eventueel kun je ook een eigen bestand toevoegen. Het is ongeveer 20:30. Je kunt de gekozen track eenvoudig vervangen. Door te schuiven kun je aangeven waar het audiobestand moet beginnen. En je kunt het volume aanpassen, waarbij ook het videovolume wordt weergegeven. Zo krijg je een mooie balans tussen het aanwezige audiobestand en het toegevoegde. Het is ongeveer 20:30. We zijn aangekomen in Hotel Toon Oslo. Als je klaar bent, kies je voor volgende en kun je je bestand opslaan. En dit is het resultaat, zonder watermerk dus. Het is ongeveer 20:30. We kijken ook nog even naar het maken van een omgekeerde video. Ook nu selecteer je eerst een videobestand. Je kunt hierbij geen verdere opties aangeven. Klik op de knop om het project op te slaan. Daarna wordt de video gerenderd als omgekeerde video. Eventueel kun je direct nog een video kiezen. Maar we bekijken nu het resultaat. Je ziet dat de film in omgekeerde volgorde wordt afgewerkt en dat ook hier geen logo is te vinden. Op dezelfde manier kun je met de overige hulpmiddelen van Animotica werken. Tot zover deze how-to over de hulpmiddelen van Animotica.